Dan, William, voor jou een einde van een tijdperk. Ja, god, dat is dan even raar naar zo'n onderwerp. Maar ja. Ja, nou ja, ik ga na 32 jaar mijn geliefde fotostudio verlaten, wat ook mijn huis was. Ik ben daar, toen ik 21 was, ben ik daar mijn carrière een beetje begonnen, als het ware. En, heb je dan gewacht 32 jaar, doe maar 32 nee, jaar? Ja, dan... dat zou maar zo kunnen als groot fan. Nee, nee, heeft er niks mee te maken. Ik ben daar op mijn 21ste gewoon eigenlijk tegen alle adviezen in. Want iedereen zei tegen mij, joh, je gaat toch niet met een fotostudio in Schravenland zitten? Er gaat toch geen ster naartoe? Toekomen. En ik ben heel eigenwijs geweest en ik heb goed gegokt, want ze kwamen allemaal wel. En ik heb 32 fantastische jaren daar gehad. Maar ja, ik groei er een beetje uit. Mijn vrouw vindt het ook heel vervelend dat ze al 19 jaar bij me in een fotostudio woont. Dus ik wil gewoon eens in een huis wonen waar niet iedereen overal alle vertrekken doorloopt. Dus ja, het is tijd om verder te vliegen. We hebben wat hoogtepunten van die fotostudio eventjes op een rij gezet. Nou. In 1991 opent William Rutte zijn studio in Schravenland, een klein dorp in Noord-Holland. Collega's denken dan nog dat er niemand langs zal komen, maar al snel lopen de opdrachten binnen. Als vaste hitkrantfotograaf weten zelfs de grootste wereldsterren zijn studio te vinden. 4 dagen voor de Spice Girls doorbreken legt William ze vast in zijn studio. En dat leidt tot zijn best verkochte shoot ooit. Terwijl de grootste sterren de revue passeren, vraagt de buitenwereld zich af wat er zich afspeelt achter die zwarte, afgeplakte ramen. Ik zit in een van de kleinste dorpjes in de omgeving, zeg maar. En er ging vroeger een gerucht dat daar een pornostudio in zat. In de studio wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. In de serie Op de gevoelige plaat blikt William terug op bijzondere shoots. En dat roept emoties op. Jij bent de allereerste bekende persoon die ik voor mijn leven heb gehad. Nu William naar een nieuwe studio verhuist, komt er een einde aan het tijdperk. Ik mis hem heel erg. Ja. Ja. Hoe kijk je hiernaar? Ja, het is gewoon een hele rare dag. Ik ben er best wel emotioneel onder. Het is natuurlijk ook je huis geweest. Dus mijn kinderen zijn er geboren. En er zijn heel veel fantastische, heel veel geweldige mensen over de vloer geweest. Ook van een aantal die natuurlijk niet meer leven. Dus voor mij is het een... showbiz-historie. Trip. Ja, het is echt showbiz-historie. Heilige grond. Ja. Maar wat ga jij nu met die studio doen? Hoe? Die ga ik gewoon verkopen. Dan gaat iemand anders weer wat heel leuks in beginnen. Dat hoop ik dan, dat er iets leuks in gaat gebeuren. Dat snap ik. En ik ken, wij hebben allemaal wel eens een keer de eer gehad om daar door jou gefotografeerd te worden. Heel gezellig. Altijd. Maar betekent dat ook dat je ergens anders een nieuwe studio gaat maken? Ja, nee, ik zit al in op een nieuwe stack. Dus daar ben ik nu alles aan het opbouwen. En dan begin je eigenlijk weer helemaal op nul. Want daar moet de eerste ster nog komen, denk ik. Ja. Ja, het is heel gek. En wat heb je meegenomen? Wat is dit? Nou ja, ik ben natuurlijk aan het opruimen. En de grap is, ik heb natuurlijk 32 jaar daar gewoond. En ik ben een hoarder, zeg maar, vooral. Ik bewaar altijd alles. En dat is soms maar goed ook. Want ik kom nu allemaal dingen tegen waarvan ik bijvoorbeeld helemaal niet meer wist dat ik zat. En ik kwam deze tamboerijn tegen die ik ooit van Shakira heb gekregen. Oh. En als je zo'n ding dan ziet, dat was toen. Maar ook, ik heb heel veel brieven en papieren bewaard. Dus ik kwam ook een hele lieve briefje van Anthony Kamerling tegen. Een hele mooie brief van Peter R. de Vries. En ik kwam ook heel... grappig kaartje tegen, want moest ik echt even diep voor graven. En ik dacht, dat is een promotiekaartje. En ik had hem eigenlijk al weggegooid. En dacht, ik zal het toch nog eens even openmaken. En toen maakte ik hem open. En toen herinnerde ik mij ineens, ik ben een keer... 1 dag op de set geweest bij Pulp Fiction. Samen met mijn beste vriend mochten we daar komen. Want die kende Quentin Tarantino heel goed. En toen kregen we met kerst een kaartje toegestuurd. En ik opende de kaart vandaag. En ik zag dat Quentin Tarantino heeft er een kerstman in getekend. Samuel L. Jackson heeft hem gesigneerd. Uma Thurman, John Travolta en Bruce Willis. En ik denk, dit is een museumstuk. Ja. Weet je, dus echt, dat zou op een veiling zou dat maar zo een paar duizend euro. Want wat ga je met al die dingen doen? Die is misschien ook wel heel veel geld waard. Nou ja, dit soort persoonlijke dingen, die bewaring, die ga ik mooi inlijsten. Dan hang ik in mijn nieuwe studio. Ja. Maar ik heb heel veel oude prints ben ik tegengekomen. En ja, de beroemde make-up stoelen waar iedereen in heeft gezeten, die ga ik ook niet meer meenemen. Die ga ik ook niet, dus die ga ik op Katowiki, ga ik maar eens een leuke veiling aanmaken. Ja. En al die leuke items vanaf 1 euro mogen mensen bieden. En dan hoop ik maar dat een gek het hartstikke leuk vindt om nog zo'n stukje geschiedenis te hebben. Eén gek verhaal van de Prodigy? Ja, ik had de Prodigy bij mij in de studio. En ineens kwam die key erachter dat het voor Hitkrant was. En dat is natuurlijk een tienerblad. En daar wilde hij absoluut niet
eens. Hij wilde een serieuze blad. En hij liep heel erg te mokken. En terwijl wij met die andere jongens aan het overleggen waren of we toch iets konden doen, was Kieter ineens verdwenen. En ik was hem aan het zoeken. En ik woon natuurlijk in mijn studio ook. En ik vond hem dus in mijn bed. Oh. Met zijn kleren aan, met zijn laars ook aan. Hij had uit mijn keuken had die zak chips gepakt. Zat met een remote control. En zat lekker sport te kijken. En chips uit die zak erin. En toen was ik er wel klaar mee. Ja. Ja. En zo heb ik nog honderden verhalen. Dus ik moet er iets mee doen. Ja. Ik ga er nog wel iets mee doen. Ik begrijp hoe je vrouw ook beter. Ja. 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 Ja, maar maak je nu weer diezelfde fout? Zit je huis aan de studio vast? Mijn huis zit nu, de studio zit nu achter mijn huis, maar niet meer eraan vast. Okay. Dus ik kan niet meer zomaar naar binnen lopen. Kijk, dat scheelt dan weer. En met die verhalen ga je nog een keer theater in? Er is mij gevraagd of ik hier een theatervoorstelling van wil gaan maken. Dus daar ben ik nu over het nadenken. Nou, dat kun je aan René vragen, want die heeft ook succes mee. Dus. Heel leuk. Tuurlijk, al die verhalen zijn geweldig. Ja. Wij komen kijken.